De tegenstanders voor PSV in de Europa League zijn bekend. AS Monaco, Real Sociedad en Sturm Graz vormen samen met PSV Pool B in de Europa League. Nadat de Eindhovense club dinsdag uitgeschakeld is voor de Champions League, kijkt PSV nu weer vooruit. Very good group, a tough group. So Monaco and San Sebastian are top teams in France and in Spain. And also Sturm Graz, I know them from my time at Red Bull Salzburg. So it's also a good team, they were second last year. Toch valt het verlies tegen de Portugezen zwaar. Roger Schmid vertelt wat het beste medicijn is om de teleurstelling van dinsdag weg te spoelen. The best is to show it directly tomorrow in our stadium against Groningen. Show, play a good game, score some goals, and then I know also from my experience, then at one point the players they look forward as well, and we are focused on a good season. Niet alleen op het veld staat PSV nog een strijd te wachten, ook op de transfermarkt wordt nog het een en ander verwacht. Onder andere Iataren, Gutierrez, Doan en Lucassen gaan Eindhoven mogelijk verlaten. Wel is al duidelijk hoe de Eindhovense selectie versterkt kan worden. It depends always also on the options, huh? So you have to see what is possible. But we already discussed a few times that of course at the moment we play with one striker in our squad. So that's clear. And so that's not normal if you compare it to other, if you look to the bench of Benfica, how many strikers are sitting there. PSV trapt zaterdag 28 augustus om 8 uur af tegen Groningen in het Philipsstadion. De wedstrijd is live te volgen via Studio 040 Radio.